goed. Let's go. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Basecamp. Vandaag zijn we niet in de Proximus Basecamp in Tübingen, maar in Duitsland in, laat me even spieken, Ludwig. Vandaag zijn we niet in de Proximus Basecamp in Tübingen, maar in Ludwigsburg in Duitsland. Voilà. Dankjewel. Sommigen onder jullie zullen waarschijnlijk weten waarom. Het is het EK. En ook wij, de Rode Duivels, zijn erbij. En ik heb er twee vandaag hier bij mij. Dodi en Johan. Hallo. Hallo. Hey, zo tof dat jullie er zijn. Zijn jullie even blij als mij? Ja. Misschien nog blijer, zegt. Nee. Ja? Nee, oké. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het goed. Ja? Ja. Ik kijk er naar uit. Ja? Oké. Okay. Ja, en met jou? Mij ook. Ja? Ik ook zeker naar. Oké, niet te moe van die eerste trainingsdagen. Jullie zijn er direct goed ingevlogen, zeg. Ja, zo goed. Ik heb al kunnen meevolgen. En dankzij eigenlijk jullie nieuwe content creator, heb ik gemerkt. Johan, Travel with Bakka heb ik gezien. Heb je een nieuwe ambitie? Ja, misschien na mijn carrière, wie weet, om wat centjes te verdienen. Laten we even kijken naar die eerste beelden. Aha, je weet wat voelt, hè? Die iedereen is even enthousiast, precies. Ja, precies. Dat was wel goed gedaan, hè? Ja, daarom, ik zeg het echt. Content creator. Ja, iedereen was hier. Waar is dat? Zit dat de chat, toch? Dat is niet mijn camera. Dat is toch niet dat van Louise. Nee, dat is van Louise. Echt keigoed gedaan. Ik vind het niet slecht, een nieuwe passie, geloof ik. Maar ik even vragen. Had je bunkbags, beds verwacht, stapelbedden? Wou je het gezellig hebben met de vrienden? Louise, nee, c'est toi qui a dit ça. Wat? Dat ik gewoon even de stapelbed. Ja, dat was een grap. Oké, ze hebben het niet teleurgesteld, hoop ik. Nee. Dodi, ik wou eens horen, is het voor u een beetje thuiskomen? Ik heb gehoord dat jij van 2018 tot 2023 in Duitsland hebt gewoond. Ik heb lang gespeeld, 5 jaar. Ja. Nee, voor mij is het echt speciaal, want ik ken al die stadiums. Dus zoals ik zei, ik kijk er echt naar uit. Natuurlijk ken ik hier niet, want het is zoals een dorp hier. Hoe lang is 30 minuten van Sudia, denk ik. Maar nee, we zijn echt goed hier op het hotel. Het is echt een mooi hotel, we hebben alles. Dus dat is het belangrijkste. Je hebt mij al een beetje gecorrigeerd. Ik veronderstel dat je Duits heel vlot is. Ja, dat is niet slecht. Nee, echt? Nee, ik heb een goede Duits. Ik heb ook niet het beste Duits, maar ik heb de basis. Okay, kunt jij mij leren zeggen van hallo, we zijn hier in Hallo, we zijn hier in Ludwigsburg. En vandaag is een nieuwe aflevering van de Basecamp. Nee, ja, zoveel moet je het niet ja, doen. Dat is een aflevering, wacht, hoe zeg je dat? Nooie... Episode. Episode? Ja. Zo makkelijk is het? Ja. Ik doe het terug, dan ga ik proberen te vertalen. Oké, dus hallo. Anders gaan ze denken dat ik geen Duits spreek. Ik vraag mij af, jullie zitten hier, jullie trainen hier. Hebben jullie vrije tijd? En wat doen jullie tijdens die vrije tijd? Ja, ik denk het is op zich niet zo moeilijk. Ja. In de ochtend trainen we wel, tot ongeveer 12, 13 uur. Uh-huh. Vanaf 14 uur zijn we meestal met elkaar gewoon praten, spelletjes spelen. Tot hangt er vanaf bijvoorbeeld, hebben media momenten. En daarna is eten, daarna is gewoon weer met elkaar gewoon wat leuks doen. Ja, bijvoorbeeld, ik denk als EK beginnen we allemaal samen kijken. Of als iets is, praten, lachen en dan de volgende dag weer opnieuw. Oké, gezellig. Ja, morgen is de eerste wedstrijd, als ik me niet vergis, de openingswedstrijd. Maar het is ook voor jullie de eerste keer in zo'n grote competitie. Grote competitie, dat hangt er vanaf, met mijn land wel. En hoe staan jullie daar tegenover? Hebben jullie stress? Nee, ik ben gewoon meer enthousiast. Ja, echt, kijk, zeer stress, niets. Nee, ook niet de dag zelf dat je zo meer dan 2 keer naar de wc moet of meer dan gewoonlijk. Nee. Zo'n speler ben ik niet. Nee, ik heb graag druk. Ik ben echt iemand, ik geniet alleen maar. Oké. Ik geniet alleen maar. En... Het enige druk dat ik kan hebben is voor mijn eigen, dat ik het goed doe. Oké, zo goed presteren. Maar
gestresseerd. Nee. Amai, zalig. I wish I was like that. Nee. Op 28 mei maakt de bondscoach de selectie bekend. Mm-hmm. Maar die selectie is in bepaalde steden al zichtbaar. Ja. We hebben het voor de aflevering begon er even over gehad. Maar alle gezichten die jullie hier zien zijn dus in de verschillende steden met graffiti neergespoten. Hebben jullie jullie eigen zicht in jullie eigen stad al gezien? Nee, nog niet. Ik heb wel foto's gekregen van mijn broer, van mijn familie. Maar zelf nog niet gezien. Ja. Dus, je tantes die hebben gebeld. Hey, ik heb je gezien. Ja, maar ze bellen mij niet. Nee. Anders kan er veel zijn. Allee. Ah, die zijn daar, kijk. Ja. Voilà. Die staan er. Ja, ja. Dus zowel in Overijse aan het station en in het jeugdhuis aan het station. In Assen. Ah, bij mij ook aan het station. Ja, inderdaad. Allebei aan het station. Dori, jij staat daar niet alleen. Jij staat met Thomas. Met Thomas. Ik heb begrepen dat jullie samen zijn begonnen in Assen. Ja, klopt. Hij is ouder als mij. Mm-hmm. Ik kende hem al lang, sinds klein. Ik kende ook zijn broer. Die voetbalde ook. En we speelden heel veel op het pleintje. Mm-hmm. Dus vandaag is het wel echt mooi om te zien dat we daar al bij staan. Want hij was ouder als mij, dus we hebben elkaar niet veel gezien later. Mm-hmm. Maar dan om elkaar terug te zien in nationale ploeg, dat is gewoon heel mooi. Dus, ja, snap ik. Ik denk dat die foto veel betekent, ja. Ik vroeg mij af, als jullie nu een handshake zouden moeten creëren, hoe zou die er ongeveer uitzien tussen jullie twee? Ik zou niet zeggen handshake, ik zou zeggen een dans of zo. Ja, want we zijn meer een groep die veel samen blijven. We spelen veel samen, mm-hmm. We doen veel samen, we lachen heel veel. Dus ik zou meer een dansje zien dan in plaats van handshake. Want handshake is wel leuk, maar voor mij, ik zie die betekenis minder als dansen. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Dus, ik snap het zeker. Ik denk dat... Ja, okay. Ja ik vind een dansje zeker niet. Zeker niet slecht, hè? Oké, dus ik voel dat er al voorbereiding is geweest. Dat jullie al hebben geoefend. Nee, dat ook niet. Maar dat gebeurt altijd spontaan. Maar, ja. Het gebeurt spontaan. Oké, maar ik zal het dan niet forceren. Ik zal het dan zeker niet forceren. Je zei het daar straks, Johan, Overijssen. Als je daartoe komt, je wordt ontvangen als een king. Ja, ik word nu een superster daar. Ken je de burgemeester en zo? Ja, ik ben vorige keer in Overijssen geweest. Mm-hmm. En dat is in de tempo waar ik samen begon. Mm-hmm. En ze hebben heel die veld gewoon voor mij apart gedaan, want ik moest een interview doen. Okay. En ze hebben gewoon die veld gewoon, zeg maar, alleen voor mij. Die zeg maar, stadion. Dus alsof je nu gewoon naar Sevilla gaat. Of naar Hertha Berlijn. Mm-hmm. Ja, je gaat terug en het stadion is gewoon van jou. Nee, zeg maar als ze zal ik. Ja, zoiets. Het is mooi om te zien. Jij staat daar met Thomas, jij staat in uw stad ook. Betekent de stad veel voor jullie? Zijn jullie echt wel gehecht aan ik persoonlijk wel. Ja? Want het is wel raar om te zeggen, maar ik heb letterlijk al mijn herinneringen van Overijssen. Okay. Dus toen ik klein was, mijn school, mijn ouders. Alles is gewoon voor mij Overijssen. Okay. Als ik aan mijn ouders denk ik aan de waar we waren in Overijssen. Ja. Als ik aan mijn broer denk van... En ik vind dat gewoon mooi dat ik de stad gewoon een beetje dichtbreng. Amai. Maar en als je een boodschap zou moeten doorgeven aan alle kleine Johans of Johannes? Johannes. You never know. Wat zou jij willen zeggen? Ja. Je mocht in de camera... Ken het? Take, that's your moment. Vind je? Pak het moment. Ik ga daar een muziekje onder monteren. Alle inwoners van de Dravenstreek. Ja. Ja, zo heet het. En ik ben hier en ik weet dat jullie dat ook kunnen. En licht brengen in Overijssen en niet vergeten waar we komen. En alles groter maken dan het is. En we zijn samen. Mooi, man. Dat is een rapper, hè. Let's. Rombridge. Ja, super, oké. En ik? Mag ik niet zeggen wat het betekent? Jawel. Dat is zeker. Jawel. Nee. We kunnen naar de volgende. Er stond oprecht echt ook... Er stond oprecht ook, wat zou jij zeggen aan, aan alle dodies of dodas? Ik zal het geloven. Dodies of dodas? Je sais pas, of het Franstalige... Dus Assen betekent veel voor mij. Ik heb daar alles gedaan. Ik ben daar van mijn negende tot... toen ik professioneel ben geworden, gebleven. Dus als ik een inspiratie kan zijn voor andere mensen, is het voor mij zeker een plezier om te laten zien dat alles mogelijk is. Mm-hmm. Dus droom.
zou ik zeggen. Wauw. Amen. President. Amen. Amen, oh. President. Mooi, mooi, mooi. Dat is een boodschap naar alle mensen van Assen, maar misschien denk ik ook naar de twee kindjes. Ja. Komen zij supporteren met het EK? Bon, mijn dochter, het gaat een beetje moeilijk zijn. Zij is een beetje te klein. Ja. Dat is niet gemakkelijk. Dus mijn zoon gaat komen. Ja. Niet elke wedstrijd, maar één of twee keer. Okay. Maar mijn dochter, ja, als we misschien doorgaan, dan wel. Maar ja. Oké. Okay. Allee, maar ik ben super benieuwd. Komen we bij uw broer? Is vol. is vol. Ja, oké. Okay. Is vol. We gaan ze voor roepen, zeg maar. Ja, dat zeker. Dus de Basecamp is nu hier, maar normaal is Proximus Basecamp. Mm-hmm. En daar hoort natuurlijk ook de Proximus Fiber Speedrun bij. Proximus Fiber Speedrun draait rond snelheid. Dus we gaan gewoon een klein spelletje spelen. Vooraleer dat ik begin, ik wil zeggen, jullie komen allebei uit een Vlaamse gemeente. Mm-hmm. Zijn jullie ooit naar carnaval geweest? Ja, tuurlijk. Ik niet. Nee? Ja, wel, ik wel. Ik niet. Echt? En verkleed jij je dan ook en zo? Oh, dat ja. Toen niet, spijtig genoeg. Op school wel. Echt? Ja, sowieso op school. Maar niet toen het in de stad was. Snap je bedoel? In het centrum, zou ik meer zeggen. Toen niet, nee. Ik keek liever. Ja? Ja, vroeger wel, nu niet meer, denk ik. Okay. Ja, nu ik herinner ik me wel. Maar ik verkleed mij wel. Kijk, ik vind dat serieus? Ja, ik vind dat ook leuk, maar ik heb dat helaas niet veel gedaan. Nu, kijk, dan heb ik keigoed nieuws. Dus we gaan een spel spelen. Dit is de vlag. Okay. Om ter snelst moeten jullie het vlaggetje nemen, maar als ik het zeg. Dus ik zeg hoofd. En dan moeten. Wacht, kijk al wat is dat. Nee, joh. Nee. Zo. Kijk. Kijk, is goed. Hij moet hier. Gewoon eerlijk gezegd. Ja? Nou, mijn vader. Kijk. Nee, ja, maar ik zet het hier. Ik heb het gevoel dat daar zo... Ja. Dat is geen goed idee. Nee. Dat is zeker geen goed idee. Ik ga dit er ook even dichterbij nemen. Uh-huh. Dus het is hoofd, schouder, neus, oren, schouder, neus. Snap je? Dus als je een fout maakt... Ja. Mag de persoon die geen fout heeft gemaakt iets uit mijn verkleedkoffer nemen en die aan de andere persoon geven en je moet dat dragen tot het einde van de aflevering. Oké. Klaar? Ja. Neus. Schouders. Hoofd. Neus. Schouders. Oren. Neus. Dag. Zeg goed vlag! Je zegt niet duidelijk. Moet ik vlag in Duits zeggen of zo? Vlag. Zeg vlag. Dit was top. Oké. Qua gaan. Ik mag nemen. Let's go. Ja. Ik mag toch nemen? Ja, jij mag eigenlijk iets kiezen voor hem. Ja, pak hem te beginnen. Ah, jij moet kiezen. Ja, maar dat is goed. Hij moet kiezen voor mij. Ja, maar dat is goed. Perfect. Marwan Fellaini. Let's go. Oké, de weg terug. Klaar? Ja. Neus. Ja. Schouders. Hoofd. Neus. Schouders. Oren. Neus. Vraag. Ik heb het. Kijk. Schouders, hoofd, schouders, neus, oren, schouders, vlag. Kijk, dat is echt eerlijk. Stoppen met je zeven. West Side. Oké. Laatste keer? Ja. Lekker op een Jackson 5. Oké. Ik zeg niks, hè. Kijk hoe ik doe, kijk. Oké. Oren? Hey. Hij was fout. Oké. Ik maak kiezen. Oké. Oh lala, dat is top. Wacht. Nee. Laatste dan, alsjeblieft, laatste. Dan kan hij ook iets leuks hebben hier. Nog één keer, laatste keer.
Oké. Dus, hoofd, neus, schouder, neus. Wijzer. Dus was fout, wees eerlijk. Hij was traag. Ja, gewoon traag, maar dat was niet echt fout. Traag, maar niet fout. Hoofd, oren. Vlag. Ja, nu heb je maar gezien. Hij zit zo te spelen. Hij is er alles uit aan het halen. Arrête. Neem dit. Let's go. We gaan naar het volgende. Wij hebben aan enkele fans gevraagd of ze vragen hadden voor jullie. En daar zijn bepaalde vragen uitgekomen. Waarvan bijvoorbeeld naar welk land kijken jullie uit om tegen te spelen voor het EK? Ik echt Nederland. Ja? Ja. Ga Nederland? Ja, zeker. Waarom? Omdat ik vrienden heb en zo van Nederland natuurlijk en die daar ook spelen en het is toch stoer. Zij zijn de enige waar ik echt naar uitkijk. Oké. En jij, Dodi? Ik of Duitsland of Frankrijk. Wauw. Voor dezelfde reden of gewoon rivaliteit? Nee, omdat ik graag tegen de beste speel. En, ja, laat ons zeggen, Frankrijk of Duitsland zijn een van de favorieten. Mm-hmm. Dus ja, ik wil daar tegen spelen. Who is quicker? Vraagt F1. Ik kan niet uitspreken. Tussen jullie twee. Ik denk lang, hè? Ik denk kort, ja, ik. Zoals ja, ik denk. Het. Ja? Ja, ik denk. Okay. Ik ben ook snel kort, just saying. Ja, serieus? Ja? Mm-hmm. Okay. Sorry, ik zou wel willen zien. Buiten is toch een geval, toch? Oké. En dan een beetje een top question, Kendrick of Drake? Dat is niks. Ik zal hem laten antwoorden. Zeg maar zo kort. Stop, Ash. Antwoord gewoon. Drake. Drake? Ja. Oké, en jij luistert niet naar die muziek? Voilà. Je kent het antwoord. Om af te sluiten gaan we nog een spelletje spelen om het competitiebeest naar boven te halen. Het spel heet Devil Darts. Heel simpel. 3 darts, 1 bord en 100 meespunten. Oké. Dat is niet slecht, hè? Dubbele 11. Dubbele 11. Okay, 3 dubbele 11, sorry. Ik voel dat iemand dat hier moet opschrijven. Oh la la. Amai. Bon, hij doet het wel goed, hè? Oké. Moet ik. Ik heb het thuis, hè? Dat was minder. Nee, zo moet dat. Het is nummer label. Oké. 17. Oké, 9. 9. Ik moet naar de 20 gaan. Oeh. Wat is dat? Ik denk dat we met een nog hebben. Is dat maar één keer? Nee, excuseer, tuurlijk. 3 keer, laat ons 3 keer doen. Dat is toch eerlijk? Welke voetbalwedstrijd is 3 keer? 2 keer dan, 2 keer. Laat ze. Kom. Ja, 2 keer is wel geen en terug. Dat is wel goed, maar zeker. Oh, wauw. Nee, dat is niet wauw. Boe. Dat is niet wauw. En dat is niet wauw. Oeh. Nee. Dat is niet wauw. Dus it's your time, Dodi. Is not enough. Oh, DJ Luke. DJ Luke is not enough. Gaat voor de eerste pijl. Ja. Oké. Okay. Ja, maal 3. 3 maal 3, dus 9. Oké, dat is niet slecht dan. 9 plus 4, oké. Okay. Oh, dat is slecht. 4 of 5. DJ Luke! Jongens, dank jullie wel, Lodi, Johan. Ik weet niet of dat er ondertussen een nieuw alias naar boven is gekomen bij jullie, maar nee. Dank jullie wel en veel succes met EK. Ik steun jullie, zij steunen jullie en hopelijk hebben jullie genoten van de aflevering. Blijf kijken naar de volgende afleveringen en tot snel. Bye bye.